Nou, hier is hij dan. Nieuw in het assortiment van loerenparts.nl. Een sleeve tang, speciaal ontwikkeld om dubbele sleeves in te knijpen, zodat je perfecte onderlijnen kan creëren. Vooral bij het fluorocarbon en bijvoorbeeld 7 strand titanium onderlijnen is het van belang om dubbele sleeves te gebruiken. Er zitten 2 busjes in, dat zegt het al, dubbele sleeve. Daarmee bescherm je in principe de draden. En zullen ze niet binnen een bus gaan knappen of de lijn gaan beschadigen. Als je dat met een enkele sleeve doet, dan kan dat gewoon voorkomen. Dus een dubbele sleeve gebruiken we vooral bij het fluorocarbon en 7 strand titanium, gevlochten titanium. Ik zal je eens even laten zien hoe wij zo'n onderlijn, en in dit geval met fluorocarbon, in elkaar gaan zetten. Ik heb hier, zoals je ziet, al een dubbele sleeve 1 keer doorgestoken met fluorocarbon. Dan gaat hij terug en creëren we een lusje waarin je al van tevoren een speld, een wattel of een speld en een wattel kan steken. Dat moet je zelf weten. Nu kan je met deze tang dit al gaan samenknijpen en zou het 9 van de 10 keer gewoon houden. Ik wil je nog iets meegeven om een extra zekerheidje in te bouwen. Dat is het volgende. Het uiteinde die je hebt, daar ga je dus een knopje op creëren. Voordat je hem gaat samenknijpen. Ik zal het even voordoen. Hier is het vlammetje. We houden heel eventjes het vlammetje tegen het fluorocarbon aan. Op dat moment, je ziet het al, creëer je een knopje. Die gaan we even afkoelen. Gaat heel snel. We trekken de sleeve terug naar het knopje. Die gaat er niet doorheen. Nu gaan we nog weer, pakken we de hoofdlijn weer, trekken we weer terug en hebben wij het lusje. Zo is het beter te zien natuurlijk. Hebben we het lusje waaraan dus de speld, de wartel of wat dan ook komt. Je maakt hem zo groot zoals jij dat wil. Op dat moment pakken we de tang en gaan wij die sleeve met 1 van deze 4 gaatjes gaan we hem dichtknijpen. Ik heb gezien bij deze sleeve moet ik nummertje 2 hebben. En daar zetten wij de sleeve rechtop in. Dus niet plat, maar rechtop. Ja, dat is heel belangrijk. Nu zet ik hem tussen nummertje 2. En zorg dat de uiteinde van de sleeve vrij blijft. Ik druk hem even in. En op dat moment creëer je een prachtige sluiting voor de lus. Door het balletje kan die er nooit meer doorheen getrokken worden. Die zit vast. Want het is ook gewoon, het is nog 1 draad met een verdikking op het uiteinde. Dus hoe ruig je nu ook te werk gaat, je trekt hem nooit meer er doorheen. Dat is een extra zekerheidje die je kan inbouwen. He, dat is eventjes om mee te nemen. Vervolgens, en dat is mijn tweede tip, bij de meeste mensen al bekend. Maar ja goed, als je ermee begint te vissen, dan vraag je je af. Het kringelt, het komt zo van de spoel af, ik krijg het niet recht. Vooral voor de werpende visser is dat chaos. Omdat constant bij het werpen verwart de kunst aan zich met de onderlijn van fluorocarbon. Nou, fluorocarbon heeft geheugen. Dat houdt dus in, zoals het op de spoel is gekomen bij de productie, die vorm houdt hij aan. Nou, dat moeten wij gaan veranderen. Nou, dat kan je als volgt. Daarvoor sta ik ook hier in de keuken. Ik heb hier een waterkoker. Ik zal hem even aandoen. En als het een beetje, ja, hij gaat al. Op een bepaald moment, als dit kookt, dan komt er hete stoom komt eruit. Als we nou de fluorocarbon pakken, die er dus eigenlijk zo uitziet, ja. En we gaan hem gestrekt met nou, toch redelijk wat spanning over die hete stoom halen.
Dan zal je zien. Zo. Dan zal je zien dat de lijn in dit geval gaat strekken. Nu heeft hij dit geheugen, zo moet ik het maar even noemen, heeft hij aangenomen. Dit heeft hij nu. Dus je kan ook als werpende visser perfect met deze lijn gaan werpen. Hij zal niet meer gaan kringelen, mits je hem ook op de juiste manier vervoert. Dat houdt dus in, ik vervoer ze in een kokertje, gemaakt van een elektriciteitsbuis. Heel eenvoudig, twee kurkjes erop en ze blijven ten alle tijde recht. Zou ik dat niet gaan doen en ik zou hem weer op gaan bergen in een mapje op deze manier, dan zou je zien als hij er weer uitkomt, heeft hij weer die ronde vorm zoals je het nu al ziet. Zo snel gaat dat. Ja? Dus onthoud dat gewoon. Vervoeren in een elektriciteitskokertje. En ze blijven altijd recht. Nou, dit alles kan je dus creëren met deze tang. Of tenminste de verbindingen. Waarmee je gewoon oersterke verbindingen krijgt van de sleeve op het materiaal. Ga even naar de site van loerenpaard.nl. Daar zie je hem staan. Wil je nog meer informatie hebben? Neem contact op met Oscar Wissink, de eigenaar daarvan. En ik zou zeggen van succes ermee. Tot de volgende keer.